Badpakken voor meisjes vond mijn moeder burgerlijk. Bikinis bestonden alleen op pin-up foto's. Je droeg een zwembroek totdat je borsten kreeg. Het is een warme dag in september 1958. Ik ben 4, mijn moeder is 29. Ze heeft me net mijn broekje aangetrokken en ik loop met ferme passen van haar weg. Het water lonkt. Teuntje Klinkenberg schreef het boek De Methode Coué. Het bijzondere verhaal van drie generaties moeders en dochters. In het boek probeert zij door te dringen tot de kern van haar familie. Ze legt dwarsverbanden en vraagt zich af of patronen te doorbreken zijn. De Methode Coué voert terug op mijn grootmoeder. Als er iets moeilijks in de familie was, of dat nou ziekte was, of dat nou dat je ergens mee zat, of dat je zorgen had. Ik herinner me niet anders dat ze dit gebaar maakte. Dit en dit. Methode Coué, Methode Coué. En voor haar was het daarmee, was de kous af. Als ze ergens niet over wilde praten, dan zei ze dat en maakte ze dat gebaar. En dan wist je dat je verder je mond moest houden. Ja, dit zijn mijn grootouders. Dit is de Meme in het boek. En dit is Willy, dus mijn grootvader die ik nooit heb gekend. Ze moeten hier rond de 20 zijn. Het onderzoek naar in hoeverre ik bepaald ben door mijn familie en in hoeverre ik in staat ben geweest en in de toekomst nog in staat ben om me daaraan te onttrekken. Dat is een heel, heel belangrijk onderdeel van de behoefte geweest om daarover te gaan schrijven. Er was sowieso heel veel materiaal. Ik had dat heel veel. De oorlogsdagboeken van mijn moeder. De concentratiekampbriefjes van mijn grootvader. Ik heb een enorme bewaarfamilie. Dus ik kon ook echt lekker gaan graven. Ik blijf met onze huisarts achter. En dan kan ik eindelijk de vraag stellen die me al zo lang bezighoudt. Ik probeer luchtig te doen. Dat met haar buik vorig jaar en toen daarna met haar borst en nu dat oog, dat heeft toch niks met elkaar te maken. Jawel, Teun. Je moeder is heel ernstig ziek. Een lange stilte. Mijn moeder heeft kanker. Ze wordt dus nooit meer beter. Tegenover mijn geknik. Tegen beter weten in hoopte ik elke dag toch nog dat het beter met haar zou gaan. Ja, de directe aanleiding om het boek te schrijven is geweest dat ik uiteindelijk 3 keer borstkanker heb gekregen. Na de eerste keer heb ik nog geprobeerd om het als incident te beschouwen. En het kwam heel überhaupt niet in me op om daarover te schrijven. Want waarom zou je over een incident schrijven? Maar dat was op mijn beurt misschien ook wel weer een beetje de Methode Coué. Want ik wist natuurlijk dat mijn moeder aan borstkanker is overleden. Destijds spraken ze nog niet van erfelijkheid, maar van een familiaire ziekte. Dus de eerste keer heb ik achter me gelaten. Het is een tweede keer teruggekomen. Het is een derde keer teruggekomen. En toen ontstond bij mij wel de behoefte om daar eens de vinger op te krijgen wat dat met een mens doet. En wat het met mij heeft gedaan. Maar ik denk dat er, en zeker in een land als Nederland, waar borstkanker zo ontzettend vaak voorkomt, ik denk dat er wel meerdere mensen, meerdere vrouwen zich zullen herkennen in dat, ze zeggen vaak gevecht. Ik heb het nooit ervaren als gevecht, maar in ieder geval als zo'n ziekte zo'n wezenlijk onderdeel wordt van je leven, dan moet je er wel wat mee doen. We gingen vaak samen met Suze naar de Slotenplas. Ze was een vriendin van mijn moeder en ze nam altijd haar fototoestel mee. Ze woonde vlakbij. De omgeving was 1 grote zandvlakte met nieuwbouwflats in rijen naast elkaar. Het jaar daarop zouden wij ook verhuizen naar Nieuw-West.
Vorige maand is Suze overleden. Ik bekijk de foto's die ze van ons gemaakt heeft. Lang geleden ingeplakt door mijn moeder en voorzien van bijschriften. Ik zie hoezeer mijn handschrift op het hare lijkt. 50 jaar later krijgt de foto een nieuwe betekenis, omdat ik weet wat er sindsdien allemaal gebeurd is. Mensen aan wie ik hem laat zien, denken dat ik die vrouw ben en het meisje mijn dochter. De overeenkomsten zijn opvallend. Van generatie op generatie geven we het zichtbare en onzichtbare aan elkaar door.